ben Nele. Ik ben vrijwilliger bij het Wengo. Als kind knutselde en bouwde ik al heel veel en ik had een brede wetenschappelijke interesse. Computerwetenschappen heb ik pas leren kennen op universiteit tijdens mijn ingenieurstudies. En achteraf gezien vond ik het echt zonde, want dat is de ideale manier om ook wiskunde te kunnen toepassen en zo verder. En dat is voor mij echt de drijfveer geweest om mij zo in te zetten om STEM naar alle kinderen te brengen. Ik doe dat als vrijwilliger bij het Wengo. Dat doe ik naast mijn dagelijkse job, waarin ik heel graag aan innovatieve digitale projecten werk en zo eigenlijk elke dag de toepassingen zie van STEM. Het Wengo richt zich vooral op scholen en leerkrachten. Voor ons zijn scholen nog altijd de beste plaats om echt alle kinderen te bereiken. We letten er ook op dat we een brede context aanbieden rond computationeel denken, artificiële intelligentie, STEM en zo verder, robotica. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we ook een genderneutrale aanpak hebben. Neem bijvoorbeeld het Wigo STEM project. Daarin bouwen we een tekenrobot. En daar zit een stukje bouwen in, dus fysiek een robot in elkaar zetten. En wat daar ook in zit, is een stukje programmeren. En we merken dat dat zowel meisjes als jongens heel erg aanspreekt. Ja, een interesse voor STEM aanwakkeren, dat betekent voor het Wengo ook dat we iets bieden wat de kinderen aanspreekt uit hun eigen context. En we vinden het belangrijk dat er niet alleen in richtingen waar kinderen echt een klemtoon hebben op STEM, aan bod komen, maar dat dit ook binnen andere richtingen aan bod komt. Neem bijvoorbeeld binnen de leerlijn AI op school hebben we een project dat heet Chatbot. En daar kunnen bijvoorbeeld leerlingen die echt heel geïnteresseerd zijn in taal op die manier in aanraking komen met artificiële intelligentie. Een ander voorbeeld is zo het project AI in de zorg, waar we onder andere inspelen op ja, welke AI-toepassingen worden er nu al gebruikt in een ziekenhuiscontext, bijvoorbeeld. En daarnaast vinden we het belangrijk om te kunnen inspelen op maatschappelijke thema's. Neem bijvoorbeeld de pandemie en corona in kaart brengen. Kunnen we daar grafieken van gaan maken en gaan tonen wat dat veel interesse kan opwekken uit een actueel thema. AI op school is ontstaan vanuit de bekommernis dat leerlingen artificiële intelligentie moeten kunnen begrijpen. En dat dat op dit moment nog een hiaat is in het secundair onderwijs. Ze leren daar nog niet altijd veel over. Dat is voor ons de aanleiding geweest om te starten met een project AI op school. En hetgene wat wij doen is lesmateriaal aanbieden dat in lijn ligt met de eindtermen en de huidige leerplandoelen over artificiële intelligentie. Als leerlingen bijvoorbeeld een foto gaan opladen op Instagram of ze bewerken ergens een document op Google Docs of ze laten misschien eens een e-mail versturen door een assistent zoals Siri of ze lopen gewoon weg in een stad rond, dan wordt er allemaal data gecapteerd. En de vraag is, wat gebeurt er met die data? Veel leerlingen weten dat niet. En de vraag is vooral, als nu al die data wordt samengebracht en daar wordt artificiële intelligentie op losgelaten, wat gebeurt er dan met die data? En wij vinden het belangrijk dat leerlingen beseffen hoe objectief of niet objectief beslissingen worden genomen. En we willen graag dat ze later in hun volwassenen leven goede beslissingen, gefundeerde beslissingen kunnen nemen. En dat doen we eigenlijk door ze op deze manier te introduceren in de gedigitaliseerde wereld en ze die volledig te laten begrijpen. Door een online, volledig onderzoeksgedreven aanbod gratis ter beschikking te stellen op de website. Dat aanbod dat houdt onder andere in Python notebooks, handleidingen, cursussen voor leerlingen. En bovendien bieden wij ook coachingsessies, opleidingen aan voor leerkrachten. Als leerkracht vind je al het materiaal, alle projecten terug op de website. Surf maar eens naar scholen.wengo.org of naar aiopschool.be om daar alle projecten te ontdekken. Alle projecten die daar staan, die zijn ontstaan vanuit hun unieke STEM-context. Alle leerlingen hebben baat bij het aanwakkeren van hun interesse in STEM. Wat ze nu ook studeren, of ze nu een richting doen met een STEM
klemtoon of niet. Het is belangrijk om een onderwerp te vinden waar ze zich in interesseren en om het daar aan op te hangen en om telkens te gaan voor maatschappelijk relevante context.